Go! Ik ga er wel een klein beetje vanuit dat jullie er in meer of mindere mate al iets over gehoord hebben. Dus op die manier. Verder is het zo van, als ik te langzaam ga, geef het aan. Als ik te snel ga, geef het ook aan. Als ik op het juiste tempo, doe vooral niks. Complexe impedanties. Er gaat dan voornamelijk over weerstand, condensator en spoel. En ik wil jullie eerst dan kort wat laten zien van op basis waarvan het dan gebaseerd is. En dat vertaal ik dan naar complexe impedanties. Deze is een makkie voor jullie. Bert van Oom, bekend. Weten jullie ook een vergelijking voor de condensator? Nou, de complexe vergelijking is dan 1 gedeeld door J omega C. Maar dat is wel een complexe. Zeker, dat is al een stap te ver. Mm-hmm. De wet van Ohm, geldt die ook voor een condensator? Ja, dan een Ohmse condensator. Dan werkt hij met een equalaat of zo, toch? Heel ingewikkeld. Hier kun je ook een spanning overheen zetten, gaat ook een stroom doorheen lopen. Dus in principe mag je dit ook zeggen, alleen het gedraagt zich wat anders dan de weerstand. Maar je mag ook gewoon zeggen, en hier komt dan, hebben jullie dit wel eens gezien? Complexe impedantie, ik ga het zo ook erachter schrijven wat het dan precies is. In principe kun je dit dus voor de condensator en ook voor de spoel doen. Dus voor de spoel. Wat anders is, voor deze drie, weerstand heeft de weerstandswaarde R, dat is dan zeg maar de impedantie. En voor een condensator is dat dus XC, ben ik gewend. Ik weet niet of jullie bij Hubert of bij WTK iets anders hebben gehad. Meestal Z gebruikt. Helemaal mee eens, dat is de uiteindelijke impedantie. Kom ik er zo ook nog op, in een voorbeeldje. Kijk voor weerstand, een beetje flauw, is die gewoon R, dat is een waarde. Voor de condensator is die dit. Wat zit hierin? Eigenlijk twee dingen. Je hebt hier die J. Misschien dat jullie een I hebben gekregen bij complex, maar veel te verwarrend voor mij, want dat doet me te veel aan stroom denken. J, wat zegt die? Dit zegt iets over de faseverschuiving. Ik kreeg wel iets gehoord, hoop ik. Faseverschuiving. Waar tussen, waarover, waarmee? Dat is mij de vraag. Er vindt een verschuiving plaats in fase, maar waar tussen? Hier ga je naar Nee. De stroom en de spanning. Correct. Wil je dat ook zeggen? Oké. Okay. Als je hier naar kijkt, is dat dus de verschuiving tussen de fase, tussen de spanning en de stroom. Die heb je ook bij een weerstand, alleen dan is die faseverschuiving 0. Dan heb je hier nog dat 1 gedeeld door omega c. En dat zegt iets over de grootte. Dus zeg maar de weerstandswaarde die je hier hebt. Dus dat wordt dan uitgedrukt in farad. Hetzelfde heb je voor de spoel. Dat is dan gelijk aan J omega L. Waarbij dit dan weer de faseverschuiving is. En dit zegt dan weer wat over de grootte. Tegenstelling tot de weerstand zie je bij een condensator en bij een spoel dat ze frequentieafhankelijk zijn. Gelijkspanning. Wat gebeurt er dan met een condensator? Hoe groot wordt dan de weerstandswaarde, zeg maar? 0? Nee, dat is een beter antwoord. Oneindige, 1 gedeeld door 0, pak maar een rekensietje en dan zegt die error, wordt heel groot. Kun je daar ook wat bij voorstellen? Ja, ik kan dat de spoel wordt te laat.
Nee, oké, correct. Is dat ook logisch? Als je gewoon even naar het gedrag van een condensator kijkt. Dat als je er een gelijkspanning op zet, dat het dan uiteindelijk eruit ziet als een oneindig hoge weerstand. Ja. Waarom? Omdat die, onszelf zou zeggen, die raakt vol en dan laat hij geen stroom. Precies. Puur is die opgeladen, dan kun je er wel stroom in blijven stoppen, maar dan gebeurt er verder niks. Dus dan ziet hij dat als, oh, er kan geen stroom erheen lopen, oneindig grote weerstand. Omgekeerd is bij de spoel het geval, zet je daar een gelijkspanning op, dan wordt het een kortsluiting. Omgekeerd betekent dit dus een hele hoge weerstand, overkwet. Condensator wordt dan een kortsluiting en een spoel gedraagt zich dan als een open verbinding. Goed, dit kun je ook grafisch weergeven. Doe het eerst met pijlen, vectoren, wijzers. Als je dan kijkt, 0 graden faseverschuiving. Als je dat dan weer zou moeten geven. Dan ziet er dat zo uit. Waarom mag ik dit zo tekenen? Pak maar een oscilloscoop of wat dan ook. Zet er een sinus op. En je gaat dan bijvoorbeeld, zet er een spanning op de weerstand. Je gaat dan naar de stroom kijken. Dit is ook een hele mooie sinus, maar misschien zomaar. Dan ziet er hier hetzelfde uit. Geen faseverschuiving. Het enige wat kan verschillen, dat hangt van de waarde van de weerstand af, is de grootte, amplitude. Als je naar een condensator gaat kijken, ideale condensator, je doet hetzelfde, dan krijg je dit te zien. Het is allemaal wiskunde, mag je uitrekenen, geloof me maar, je zegt waar. Er zit dan een faseverschuiving van 90 graden tussen. Alleen nu is de vraag, wie loopt voor op wie? Dus loopt de spanning 90 graden voor op de stroom, of loopt de stroom 90 graden voor op de spanning? Sorry? En wie denkt dat anders? En dat is juist. Ja, je kunt dat ook wel met wiskunde uitrekenen. En dan blijkt dat. Kijk, dat is hartstikke ingewikkeld. Hoe kun je dat onthouden? Om het een beetje uitspreekbaar te houden. Dat is lijstje voor een spoel. Loopt de spanning voor op de stroom, voor de condensator, loopt de stroom voor op de spanning. Dus dan kun je dat, tenminste een soort van ezelsbruggetje. En dat betekent dus ook, als je dat zou tekenen, ziet er dan zo uit, waarbij dit dan IC is, dit 90 graden. Nou, vraag 2 in deze. Wie van de twee is de zwarte de spanning of de rode de spanning? Of omgekeerd, hè, van de, en waarom? 50% kans. Wie denkt dat zwart de spanning is? Dus dat betekent dat iedereen... Ja? Ja? Oké. Okay. En de rest, wie denkt... De stroom, dus het overgrote merendeel, die denkt, ik heb geen mening, vertel het maar. Oké. Hoe kun je erachter komen of iets voorloopt? Sorry? Kijk nog wat weer iets op een bepaald hetzelfde punt is. Kijk, als je het zo zou tekenen. Voorlopen 90 graden betekent als eerste door de nul of als eerste de, bijvoorbeeld de top. Halen, bereiken. Dus als je hier naar kijkt, dan. Hoe kan dit nou? Ja, omdat er geen input meer is op de dia, zeg maar. Als je alleen een bord tekent, gaat het dat ding uit. Als je een dia open hebt, blijft het aanstaan. Oké, okay, dus ik moet razendsnel nog. Af en toe tikken. Oké. Okay. Dus dan is dit. Dus de stroom.
En dat is de spanning. Hetzelfde stroom maakt als eerste. Wat zeg je? Stroom maakt als eerste. Ja. En dan bij een spoel is dat dan de zon. En bij een spoel kun je dus dan uitrekenen, is dat precies andersom. Daar is dat dus dit. Ook weer 90 graden. En dan krijgen we het omgekeerde daar. Bart doet licht eens achter volgens mij. Je kunt het aan gewoon met die schakelaar en dan blijft het aan. En nu open. Ik heb net gezegd wiskunde, ja. Als je terugspoelt, dan gaat deze als eerste, bereikt nog steeds de top. Als je naar de andere kant kijkt, is het zeker, maar je kijkt van deze kant. Begin met kijken, van, en waar bereik je als eerste de top? Hetzelfde als hier, van je kijkt ook zeg maar zo rond, om te kunnen bepalen van wie er voorop loopt. Ja? Mocht je van het weekend, omdat het wat koeler wordt, wat tijd over hebben, hoe kom ik hier aan? Dat is hieruit afgeleid. Dat is dan wat vereenvoudigd. Hier weergegeven en voor een condensator geldt dit. Ja, dus als je dit uitwerkt en je vult hier een sinus in, amplitude, bepaalde frequentie, je gaat dat dan differentiëren, rekenen, komt er dit uit. Dus dan zie je dat die sinussen 90 graden ten opzichte van elkaar verschoven zijn. Is dit helder? Dan ga ik het nu loslaten op een eenvoudig schakelingetje. Hopelijk komt die jullie bekend voor. Door dat filter. Wat geldt er voor de spanningen? Je ziet er hier drie: ingangsspanning, spanning over de weerstand, spanning over de condensator. Wat geldt daarvoor? Wat is het verband, onderlinge verband tussen die drie spanningen? Mee eens. Oké, dan ga ik dit nu tekenen, eerst als wijzers, om daarna dan iets over de impedanties te kunnen zeggen. Wat is in deze schakeling overal dag in dag uit hetzelfde? Ik zeg het eigenlijk inderdaad, maar ik bedoel... De stroom is hier zeg maar constant, omdat het een serieschakeling is. Mm-hmm. Dus de stroom door de weerstand is hetzelfde als door de condensator, die verandert niet. Die neem ik even als referentie. Kan ik nu hier de spanningen bijtekenen? Beetje zoals die vraag. Ja, dat kan. Het enige wat ik nog niet weet is, dat is afhankelijk van de grootte, hoe groot die spanningen zijn. Maar ik kan hier nu wel pijlen, wijzers in gaan tekenen om aan te geven hoe dat zich tot elkaar verhoudt.
Wie heeft er een idee waar ik UR kan tekenen? Ja. UR. Wat ik al zei, kom ik zo op. De lengte van die pijl, daar weet ik nog niks over te zeggen. Welke spanning kan ik nog meer tekenen? UC. Zeg maar, hoe is die getekend? Die moet dan toch naar beneden. Twee mogelijkheden, naar beneden of omhoog. Ja, naar beneden dan. Want die gaat als eerste, dat was u. Helemaal goed. Als de school was, misschien wel. Correct. Ja. Ik teken hem even naar beneden en wat jullie waarschijnlijk wel gehad hebben met kopstaat, pijlen, Pythagoras, noem het dan maar op. Want dan weet ik ook gelijk, deze twee bij, als wijzers bij elkaar opgeteld. Het is dezelfde principe als een bewegingssysteem, toch? Als een? Het zijn toch hetzelfde toen als je een bewegingssysteem hebt in natuurkunde? Ja, bij sommige natuurkundige principes kun je dit ook. Wat je hier dus van hebt, de faseverschuiving. Is dat ook wel een klein beetje logisch dat het. Nou ja, laat ik het anders zeggen. Wat kan die minimaal zijn, de faseverschuiving? Nul. Inderdaad, want dan heb je alleen maar te maken met de weerstand. Wat kan die maximaal zijn? 90 graden heb je alleen te maken met de condensator. Nu is mijn volgende vraag. Mag ik dit plaatje delen door I? Misschien een beetje een rare vraag. Dus gebeurt er iets heel geks als ik dus dit doe? Nee, dan krijg je niet meer zo'n mooi driehoekje uit. Niet? Als je alles deelt door je met u in wordt op plaats gewijzigd. Oké, dan ga je eens even kijken een beetje wat de stemming is. Wie denkt dat dit mag? Wie denkt dat dit deze wijzers geweld aandoet? Dus dat het eigenlijk niet mag. En waarom denk je dat het niet mag? 5. Oké, dat is correct. Of ik die hier nu door stroom of door appels of door dit soort apparaten deel, als ik het overal maar hetzelfde consequent toepas, dan mag dat. Hetzelfde als je bijvoorbeeld 10.000 doet of 5.000 doet, als je die nullen weghaalt, en dan is het dan 5.000. Ja, dan, dus dit mag. Is helemaal legaal. Doet jullie dit ergens aan denken? Oh, ja. Yeah. Heel goed. Moet jullie dit ergens aan denken? Ik zeg. En in dit geval, omdat hier de hoek al in zit verwerkt, de J, het complexe, is dit een gedeelte door J omega C. En om toch een klein beetje aan jullie tegemoet te komen. Is dit de totale vervangingsimpedantie. Als je die dan uit gaat rekenen. Nou, dan zie je hier Pythagoras. En dan heb je iets. Kijk eens, dit paal ohm is en dit zo vaar had in de maalde hoeksnelheid. Komt daar ook weer iets van om uit. En dan weet je de vervangingsimpedantie. Dus op deze manier kun je dus, wat Bart net liet zien, zo'n resonantiekring met RLC. Je moet dan wel een beetje de plezier aan beleven om er wat tijd in te steken. Om dan een flink aantal wat berekeningen erop los te laten. Maar dan kun je zeg maar op deze manier met complexe impedanties werken. Nee? Oké. Okay. Jij stelde de vraag, is dit wat duidelijker? Ja, meer dan duidelijk voor het eerste geval. Dat is geen geruststellende reactie, hè, naar mij. Voor mij anders, dat wist ik in ieder geval.
geval, maar ja. Ik ook mijn wiskundeschrift voor kan gebruiken om daar door in te laten. Oké. Als er nou in een spoelbaar zit, ja. Dat is het geval. Oké, dan wordt de steun op de taal gepast. Nee hoor, dat is wel aardig. Zou ik dat ook even dan laten zien? Kijk, wat hier ook het aardige aan is, bijvoorbeeld bodemplots en die stapresponsie. Hebben jullie vorig jaar, ja ik durf bijna niet te vragen, Laplace gehad? Oké, dan ga ik er ook zeker niks over zeggen. En dan wil ik even de RLC laten zien. Toch weer even naar 20-SIM. Want op het duur wordt er aan jullie gevraagd bij die opdrachten. Oké, maak een sinusresponsie, je zet er iets op en er komt wat uit. Bijvoorbeeld bij de eerste orde, die faseverschuiving kun je dus halen uit de waarde die je voor de weerstand hebt gekozen en de waarde die je voor de capaciteit hebt gekozen. En in het bodemdiagram kun je dan zien bij de fasekarakteristiek wat dan die faseverschuiving is. Stel dat ze beide even groot zijn, dus de weerstandswaarde is zoveel ohm, en de omgerekende wisselspannings weerstand van de condensator is gelijk. Op hoeveel graden komt die dan uit? Dan heb je de 50. Als die pijlen even lang zijn? Dat is 90 graden. Dat denk ik niet. Dan is het de helft, 45 graden. Dus op die manier kun je dan zien van wat de invloed is van de weerstand en van de condensator afhankelijk van de grootte van de waarde. Poging 3 om een RLC Doe even serie, je kunt het ook parallel doen. Ik weet niet of je dat ook leuk vindt, of een combinatie. Je denkt, ik ga de tijd wel vol vragen met een half uur. Ook hier weer van bij serie, wat is er overal hetzelfde, ongeacht de component, de stroom. Nou, teken ik hem even. Dan is eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Hoe zit even los van de grootte? Dan kan ik hier UR in tekenen. Nou, dat mag jij nu even doen, zeg maar. En dan wil ik ook gelijk wat Bart net over had. En er staat hier ook nog een U-in overheen. Hoe kan ik die hier uithalen? Alles plus. Maar de pijlen wijzen alle kanten op. Hoe, wat wordt het dan uiteindelijk? U-L met U-C. Heel goed. Pak deze op. Plak ik hier. Ah, wat is dit is mijn UC. En dan hou ik. Daar dat je plus 0 uitkwam met tot 4. En dan hou ik dit als u in over. En is dit de faseverschuiving? Je ziet dan dat de invloed van de spoel wat groter is dan de invloed van de condensator. De condensator is een demper in dit geval. Meneer, wat is vooral de weerstand? Als je die weghaalt, dan slingert. Wanneer heb je te maken met resonantie? Sorry? Ja, en wat moet er dus dan gelden? Ja, dus dat de spanning over de condensator even groot is als de spanning over de spoel. Want dan heffen die elkaar op, hou je alleen maar de weerstand over. Ja. Als die weerstand er niet zou zijn, dan zou je gewoon de hele tijd op hoger en laag precies. Gaat niet lang goed.
Even voor gewoon een, ga ik net redden. Dan mogen jullie zelf een combi en zo bedenken. Stel dat je hier een dergelijk plaatje van zou moeten tekenen. Hebben jullie een idee hoe dat er dan uitziet? Wat zeg je? Nee, dus ik heb een probleem, of niet? Daar is het gewoon spannend. Je kan het wel meten door stroom. Hoe ga ik het nu doen? Draait gewoon spanning. Nee, de weerstand wil je juist in de serie van de andere twee zetten. Is de spanning. Ja, en ik gooi het even bij welke schakeling dan ook een combi, ga altijd eerst op zoek naar wat is er voor de hele schakeling, of voor een deel van de schakeling, overal hetzelfde. En weet je, je hebt een referentiepunt nodig ten opzichte van je spanningen of stromen of weet ik wat dan kunt gaan tekenen. In dit geval, het is een parallelschakeling, spanning is overal hetzelfde, waar zitten de verschillen in? Je hebt blijkbaar een IR, een IC en een IL. Ja, en dat is weer het jammer dat ik het uitgewist heb. Want dan krijg je dus dit. Ja, dat draait een C en L uit. Er zit inderdaad een klein verschil in. Dus kijk, IR. Die blijft zo. Ja. IC, welke kant op? Nee. En waarom niet? Dat weet ik niet. Maar van reden zou ik ook nog wel dat IC naar beneden. Voor de condensator, spanning of stroom voor de spanning. Nou, de spanning wijst die kant op. Dus. Zal. Nou ja, nu net was de spanning was van de spoel omhoog. Nu dus, en nu is dat dan maar het hele bord goed te gebruiken. En dan kun je ze weer op elkaar deze, want ze wijzen wel de andere kant op. Maar ze liggen wel in dezelfde lijn, verticaal in dit geval. Dus dan hou je weer wat over en dan zie je dat er... totale stroom. Even uit het hoofd. Die zal dan. Zoiets zijn. Ja. Oké. Okay. Vragen nog hierover? Dan ga ik nu met jullie het stappenplan. Ja, we gaan het even stoppen. Oké. Okay. Dat volgende snelheid van bak aanlopen. Sorry.